we beginnen met Jelte. Jelte, kom jij... Jelte straalt al helemaal bij het idee. Hoi. Heel veel van onze kijkers zijn milieucoach Jelte. Ja. En die weten hoe ze moeten besparen in huis. En die zijn super enthousiast. Die weten waarom CO2-uitstoot niet fijn is. En die zouden heel graag hun elektriciteit duurzaam willen opwekken. Ja. Nou, is het ook zo dat een aantal van onze coaches zijn huurder of ze hebben geen dak. Of ja. Ze hebben geen geld. En dat betekent dat het een stuk lastiger is om je eigen elektriciteit op te wekken. Nou, daarom hebben we je uitgenodigd, want wij hebben vernomen dat jij de oplossing hebt. Of in elk geval aan het creëren bent. Zijn we aan het maken. Oké. Wat is, stel jezelf even voor, wat doe je en wat is het doel van waar je mee bezig bent? Ik ben Jelte Boenjega van Energie van Rotterdam. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we de afgelopen jaren... We zijn eigenlijk begonnen met een groep bewoners in Rotterdam-Noord. Mm-hmm. Met eigenlijk hetzelfde probleem. Van hey, we hebben heel veel mensen natuurlijk midden in de stad die niet bij hun eigen dak kunnen. En zeiden, nou kunnen we toch niet stroom opwekken, maar dan op een dak in de buurt. Mm-hmm. Dat zijn we gaan doen. En dat is gelukt. Okay. Inmiddels al 4 keer. Dus dat is hartstikke tof. En nu hebben we met elkaar bedacht, ook met allerlei andere clubjes in de stad, dat we dat voor iedereen willen doen in de stad. Oké. Okay. En voor iedereen, dus iedereen kan dan energie opwekken, ook als hij geen eigen dak heeft. Dat is de bedoeling, ja. Ja, maar tot nu toe is het zo van, je moet wel die panelen kopen voordat je de energie kunt opwekken. En dat betekent dat alleen mensen mee kunnen doen die wat geld op de plank hebben liggen, wat ze niet nodig hebben. Nou, heel veel Rotterdammers, weet ik toevallig ook uit eigen ervaring, die hebben dat geld niet liggen. Ja, tuurlijk. En daar heb jij ook een oplossing voor. Daar hebben we iets op bedacht. Ja. Van die 4 daken die we al hebben gedaan, zijn er 3 inderdaad volgens dat model. Hè, dat we met elkaar de centjes inleggen en dan naar de winkel gaan, zeg maar. Ja. En bij 1 hebben we nu al een experimentje gedaan hoe dat te doen zonder in te leggen. En daar bouwen we nu op voort voor al die andere daken, omdat dat is precies wat we willen. We willen ook daadwerkelijk dat iedereen in alle wijken, maar ook iedereen met een dikke of met een dunne portemonnee mee kan doen. En wat we doen, dat is eigenlijk het voordeel als je met elkaar samenwerkt. Dan ben je samen een energiecoöperatie, zoals dat heet. Eigenlijk een soort vereniging. En samen kan je ook gewoon naar de bank om geld te lenen, om die installatie te kopen. En op die manier kun je ook meedoen, zonder dat je zelf geld hoeft in te leggen. Nou klinkt dat voor mij best ingewikkeld in de oren. Je wordt een energiecoöperatie. Dat klinkt alsof ik dat niet zomaar kan worden, of hoe werkt dat zo? Ja, nou ja, dat is, als deelnemer is het heel erg eenvoudig. Hè? Want er zijn al verschillende energiecoöperaties in de stad actief. Okay. Die zijn al opgericht door een groep bewoners. En vanuit Energie van Rotterdam gaan we ook helpen om nog op allerlei andere plekken energiecoöperatie op te richten. Mm-hmm. En eigenlijk is een energiecoöperatie is een vereniging waar je lid van kan worden. En je kan als wijkbewoner kan je je gewoon aanmelden en kan je lid worden. Oké. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Precies. Dus er zijn een aantal energiecoöperaties zijn er al. Ja. Maar jij zegt, het is er nog niet, dus er gaat iets anders aankomen. Stel, ik wil lid worden van jouw plan. En ik woon in een wijk. Dat is niet mijn plan, hè? Maar vooruit. Ik praat even met jou. Ja, dus mag jij even doen alsof het jouw plan is. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die met jou meewerken, dat snap ik. Mm-hmm. Stel, ik woon in Bosbolde tussen Dijken. Daar zit een energiecoöperatie. Precies, dus daar is de Delfshaven Energiecoöperatie actief. Mm-hmm. En daar werken we nu heel concreet aan 2 projecten. 1 project in Schiemond en 1 in Bosbolde inderdaad. Mm-hmm. Een basisschool en dat dak. Dat gaan we samen volleggen met zonnepanelen. En nu al kan je bij de Delfshaven Energiecoöperatie kan je gewoon aanmelden en zeggen van hey, ik vind dit leuk. Ik wil meedoen. Ik hoop rond de zomer dat we dan ook echt dat je echt kan inschrijven, zeg maar. Maar dan word je automatisch wel gemeld of gemaild of gebeld. Oké, nou stel ik ben een van die bewoners, ik meld me nu aan. Jij gaat mij in de zomer benaderen. Wat gebeurt er dan? Ja, nou dan vragen we je om lid te worden. Dat is heel belangrijk. Je wordt echt wel lid van een coöperatie. Okay. We vragen je wel een eenmalige bijdrage om in te leggen van, we denken, ongeveer €25. Oké. Okay. Dat is ook om aan de bank te kunnen laten zien van, hey, wij zijn wel met elkaar en we leggen zelf ook wat in, zeg maar. Oké, dus als ik het goed snap, ik neem €25 mee. Die heb ik bespaard met de meetlat als energiecoach. Hè? Dat bespaar ik in een jaar. Die €25, ik word lid, die neem ik mee. Ja. Van alle €25 van alle leden stop je bij elkaar en dan ga je naar de bank. Dan leen je geld
En dan, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we een hele grote zonneinstallatie kopen. Want er zijn echt wel heel veel panelen. Er kunnen gewoon een paar honderd panelen op zo'n dak. Ja? En dat is ook een voordeel, hè. Als je er veel tegelijk koopt, dan zijn ze toch iets goedkoper, zeg maar. Mm-hmm. En die gaan de komende 15 jaar stroom opwekken. Dus dat is ook best wel een lange tijd. Uh-huh. En daar hebben we ook afspraken over met de dakeigenaar en zo. Dat is allemaal heel belangrijk. En die stroom die wordt verkocht aan de energieleverancier. En de energiecoöperatie verdient daardoor gewoon centjes. We moeten natuurlijk de rente afbetalen of de lening afbetalen en de rente. Maar dan blijft er ook nog wat over. En wat er overblijft, dat verdelen we onder de leden. Oké. Okay. Leuk. Ja? Leuk. Is het nog te volgen? Ja, nee, ik word er steeds enthousiaster van. Dus ik geef €25. We kopen met elkaar die installatie. Ja. De manier waarop dat moet gebeuren, dat hoeven we niet meer uit te vinden. Nee. Want de energiecoöperaties hebben dat al vaker gedaan. Ja. Er zijn al 2 daken, begrijp ik, in Bospolder bijvoorbeeld. Ja, die weten we al. Ja, precies. Dus vervolgens, kopen met elkaar die installatie, leggen we op het dak. Er wordt de zon schijnt, er wordt elektriciteit opgewekt. Je verkoopt het aan een energiebedrijf. En je maakt met elkaar geld met die hele vereniging en dan ga je het verdelen over alle mensen. Dus we gaan het verdelen over de mensen. Ja, nadat je de bank al terugbetaalt. Ja, en dan blijft er nog geld over. Nou, dan blijft er gelukkig nog wat over, precies. Okay. En we zijn nu aan het kijken hoeveel er overblijft, zeg maar. Ja. Dat is wel een beetje zoeken. Dat is ook een beetje wringen van hoe kunnen we dat zo goed mogelijk laten zijn. En we hopen dat het ongeveer €40-50 per deelnemer is, maar wel elk jaar weer, zeg maar. Oké, okay. Die 15 jaar lang dat die panelen daar liggen, precies. Krijg je €40-50 Nou ja, per jaar? Mikken we nu op, zullen we zeggen, per jaar. En dat er ook nog een potje geld overblijft voor de wijk, waar we samen over kunnen beslissen wat we daarmee gaan doen. Dus of dat dan een nieuw project is, of toch van de speeltuin in de buurt. Dat is echt wel aan de leden om dat samen te beslissen. Want dat is ook een energiecoöperatie, dat je samen beslist over wat je doet met de winst. Oké. Okay. En je zegt eigenlijk, de meeste energiecoöperaties vinden het ook belangrijk dat iets teruggaat naar de wijk. Ja. Omdat je dat met elkaar doet. Ja. Oké, okay, dus en daar heb je het met elkaar over, dus daar moet je over vergaderen. Ja, precies. Ja, dat snap ik. Dat lijkt me... En dat is ook gewoon leuk, hè? Dat je gewoon ook, één keer per jaar of vaker gewoon met elkaar viert, dat je met z'n allen je eigen groene stroom opwekt, in de buurt, op een groot dak, wat je kan zien, en dat je die stroom deelt. Dat is gewoon superleuk. Oké, want jij spreekt uit ervaring? Dat kan ik uit ervaring zeggen. Want je hebt al jouw energie, jouw stroom wordt al opgewekt. Ja, een stukje. Ik heb nog maar een klein stukje. Maar dat gebeurt op een grote gymzaal, een stukje verderop. Ja. Okay. En één dingetje, want dat blijft in mijn... Stel dat ik, want dit klinkt een beetje heel erg mooi... Maar als precies. Maar ik denk dan, weet je, ik ga geen €25 inleggen, ik ga €100 inleggen en dan krijg ik 4 keer €50. Ja. Dat is €200. Dat vind ik eigenlijk ook wel een leuk idee. Ja. Ja, maar dat is dan toch ook wel het idee van een energiecoöperatie, mm-hmm. dat we de boel verdelen, zullen we zeggen, en dat we delen. En we hebben bedacht dat iedereen zoveel kan opwekken als ongeveer het gemiddelde van een Rotterdams huishouden elk jaar verbruikt. Dat is ongeveer 2200 kilowattuur. Dus iedereen geeft dat, laten we zeggen, kan zo'n aandeel eigenlijk, of zo'n deel van het zonnedak nemen. Maar dat is het dan ook, zodat er genoeg overblijft, zodat iedereen mee kan doen. Want dat is natuurlijk ook uiteindelijk weer de bedoeling, dat iedereen mee kan doen. Precies. Dus er zit een maximaal waar je mee kan doen. Ja. En dat is eigenlijk, en daarmee zorg je ervoor dat het de komende jaren op die manier duurzame elektriciteit voor elke Rotterdammer beschikbaar wordt. Nou ja, precies. Super. Nou, dankjewel Jelte. Ik denk dat je heel veel mensen heel blij maakt. En ook van mij. Dat hoop ik ook. Nou, tot de volgende keer. En in de zomer zie ik je nog een keer. Yes, dan wil ik horen hoe ver je dan bent. Ja, dat is goed.